Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich muss von Rödie und Martin zurückkommen nach Limburg. Da bin ich wieder. Rödie hab gezeigt, dat wir ein Party haben dieses Weekend und Martin wo mehr Currywurst essen. Das gehen wir zusammen regeln. Abonner trau wens as je plief. Ik ben een burgemeester. Ik wil geen burgemeester zijn. Wel helemaal niet op mieren. Heb ik een shield? Wie gaf hem? Wie deed dit? Was het Skep? Ik ga even hier staan. Degene die nu naar me toe komt, die is imposter. Was dat toeval? Ik bedoel, ik kon haar niet zien. Zij kwam even... Yo, dat is best wel een goede bait, man. Dat is best wel een goede light bait. Zullen we gewoon... Maar ik heb match shield. Ik ga gewoon Demi zoeken. Gary Miller is aan het scannen in ieder geval. Waar is iedereen? Je moet wel taken doen. Dat is wel... We moeten nu gewoon oprecht weer winnen als crewmate. Oké, maar we zoeken... Even kijken. Vierman office. Oh, nee. Puck, Ryan, Goud. Oké. Ik weet niet wat die allemaal doen. Oké, Demi is alleen, man. Demi en Joost zijn er niet. Oh, verzuigen. Oh, daar werd gekild. Oh, die report. Wat een nieuwe report meteen. Maar nu kan hij geen koffie gaan halen. En Skeptic is weer gemuted. Zeg maar, ik heeft de toeter en gesilenced, inderdaad. Hey, je hebt nog iets te zeggen, Skeptic? Of... Maar we waren maar grijs. Yes. Ja, we kunnen heel weinig zeggen, denk ik. Misschien heeft iemand iets van tactische beredeneringen. Van, oh, dat poppetje was daar eerst en toen daar. Is het niet zo moeilijk? We hebben de kill zien gebeuren. Ik leef nog. Ik heb hem gezien in de gebeuren. Dat is mijn enige vraag. Maar volgens Hembernens ontledingsstrategie is hij het nog. Wat? Hoezo? Dat is goed genoeg voor mij. Nee. Oké, Joost vote heel snel. Joost is het. Ik heb op skip vote gedrukt, stel je apen. Stop nou gewoon, jongens, wacht. Ik heb op Joost gevoten al. Ryan, waar ben jij? Net zeg maar vanaf cafeteria naar office toe. Dan in die thee, in die i-splitsing. T-splitsing, wat? T-splitsing? Nee, het is een i. Waar kom je vanaf? Van boven top? En we zijn... Ja, ik kwam inderdaad gewoon van het greenhouse gedeelte. Toen liep ik een beetje naar beneden. Toen ging het dicht uit. Toen dacht ik, oh, frick! Ik zei ook gewoon hardop van, oh nee, er zijn mensen. Nu gaat er iets gebeuren. Dus ik loop er naartoe. En ik zie inderdaad Lars die neervallen. Ik heb een paar dingen. Dus ik was op komst. En achter mij zag ik de blauwe splat. En Gary zegt dat hij erbij was. En Skep was er dus overduidelijk bij. En Lars en Ryan liep er naartoe. Dus ik denk dat de killer tussen Skep en Gary zit. Maar Gary kan ook Jester zijn die claimt dat hij erbij was. Dat het misschien de kans vermindert. Nee, ik heb en, het echt zien gebeuren. Ik stond in een hoek. Helemaal op het begin. Dat was misschien een beetje een rare move. Ik kan dat niet 100% bevestigen. Ik stond linksonder in de hoek. En ik kon niemand zien lopen. En Demi kwam even checken waarom ik daar stond volgens mij. Dus kan zijn dat ze vision heeft. Wacht, ik zit even... Maar waar hoort nou precies die camouflage bij? Want dat is toch geen rol nu? Dat is volgens mij communication. Ja, als je comms abonneert, word je grijs. Maar als Gary het heeft gedaan, dan is het Skep. Met een bait zelf gehoord. Ja, dat wou ik dus zeggen. Het zou heel goed ook Skep kunnen zijn. Die zeg maar door de andere imposter gesilenced is. En... Het zou heel sneu om een gast die niet kan praten eruit. Ja, het kan niet zijn. Dat zou leuk zijn. Maar het is wel leuk. Geef toe, het is wel leuk. Ja, ik ga Skep fouten. Oh, dit is pijnlijk. Wow. Very miserable. Wie deed die swap? Wie deed die swap? Swap op zielen. Oh nee, dat was zo. Dat was gewoon. Oh, kut. Ja, Damien Skep, man. Mark my words, Damien Skep. They bad. Ik dacht dat Puck daar ook was, man. Yo, ik heb mijn medic shield niet meer. Kut. Was Gary mijn medic of was dat Lars? Bro, nou ben ik fuck. Nou, dan kan ik niet meer big balls rondspelen. Wacht, waar is iedereen? Er zijn 3 greenhouse, 1 cafeteria, 2 admins. Puck of zo is dan. Puck, goud, scap. Ja, bro. Nee, die gaan dubbel killen. Maar ja, dan is Demi hier. En Joost? Ik ga gewoon... Wacht. Ja. Wie zag je venten? Zeg het maar. Wie zag ik niet venten? Kut! Kut! Ik wil een Skep zijn verhaal horen. Welke hond doet dat? Wacht. Wie was er bij Skep? Goud, Skep en Puck, toch? Sorry, wat? Jullie waren met z'n drieën bij elkaar, toch? Ja. Waarom is Ryan dood? Ik liet Skeptic en Puck en Damon en Ryan boven. Alleen, ik weet niet. Ik ben er nu naar beneden gelopen. Pas helemaal op het einde. Dan kutzooi. Wat?
Maar ja, wat is er gebeurd dan? Ik was er niet. De blackmailer is daar dan toch bij? Gewoon, en Ryan is dood. Wat is de cooldown van een blackmailer aan het begin van de ronde? Ja, die is korter dan snel. Kill, volgens mij. Ja, is 10 seconden of zo. 10 seconden? Ja, ja. 100% één van jullie is blackmailer. Dat moet. Goud of Puck. En Ryan is dood, dus... Puck, was jij ook, waar was jij in de vorige ronde eigenlijk? Want ik dacht dat jij ook wel boven was. Waar was ik de vorige ronde? De vorige ronde... Oh, wacht, ik weet weer. Ik eindigde toen bij Decontamination. Dat kan ik... Ja, daar was ik ook toen. Ja, maar kom zo. Maar, Rudy. Ik was de vorige ronde bij, weet je wel, bij die massamoord. Ja. Wat is dat? Goudblokker of Puck? Wat? Ik heb ook nog steeds een beetje sus op Damien en Joost, maar... Nee, doe kijk, Damien legt nu de blame op Puck en ik. We zijn innocent. We zijn aardige mensen. Mag ik een verhaal vertellen? Spreek even lekker voor jezelf. Ik weet dat ik innocent ben. Ik had eigenlijk op Scap gestemd de vorige ronde. Ga niet liegen. Hebben jullie de rest van de 40 seconden nodig? Mag ik een verhaaltje vertellen? Ja, zeg maar. Vertel het verhaaltje maar. Ik weet het niet. Nou ja, ik zou morgen naar kantoor gaan en dan zouden 4 stagiaires naar binnen komen. En ik zou de enige op kantoor zijn, dus ik zou de deur voor ze open doen. Maar ik heb zojuist besloten dat ik met Rudy ga skiën. Dus er staan waarschijnlijk morgen 4 mensen voor de deur, terwijl er niemand is. Oh, anyways. Daar ben ik gebeld. Ik ben stagiairs van Joost. Alsjeblieft, vraag hogere stagevergoeding nu. Nee, niet doen. Niet doen. Ik heb geen geld. Nee, ik ben trouwens engineer, dus... Goud is de swapper. Maar is dan de engineer? Swapper? Nee, wie is de swapper eigenlijk? Want die heeft mijn vorige foto echt heel hard... Doe even een foto, anders gaat het fout, ja. Oh, hey Nathalie trouwens. Morgen ben je vrij. Ja, dit gaat het is perfect balance, like all things should be. Dit is toch goed, joh. Dit is zo'n Thanos ding, weet je wel. Nee, dit zijn al die Spider-Mans die naar elkaar wijzen. Kut, sorry. Ik heb gewoon wel een beetje sus op Demi. Joost is de hele tijd afwezig, dus die moet ook wel iets zijn. Of Jester, een event, of noem maar op. Krijgt Scap nu eindelijk zijn verhaal? Nee, dit is goed. Wat moet je? Dit is goed, hij kan nu eindelijk zijn verhaal doen. Ja! Nee! Oh, harde elbow. Zo kun je niet zijn. Wat goed. Ik vind het ook zo leuk dat die guy gewoon determined is om alleen maar Skeptrix te muten. Ja, maar dan moet het. Oh nee! Lekker Demi. Puck is dood. Puck heeft zichzelf vermoord. Nee, Puck is blackmailer. Nee, er stond letterlijk in het scherm. Puck killt zichzelf. Dus... Ja, nee, maar dat ziet er zo uit, zeg maar, als iemand hem goed cast. Oh, oké. Okay. Lekker bezig. Ik weet wie dit heeft gedaan. Wie was het? Denk ik. Ik heb 1 ronde gebeld en ik heb gelijk helemaal niks meer door in deze hele fucking game. Ja, nou is het Joost of Scap? Ik ben zo wazig. Ik heb echt niks meegekregen. Als Joost zegt dat hij wazig is, is hij de killer. Nee, wat? Gast, ik heb niet eens de kans gekregen om ook maar iets te doen in deze game. Ik stond alleen maar stil. Ik wil Scap zijn verhaal horen. Dus gaan we skippen? Fuck ja, I don't fucking know, gast. Ik heb al geskipt. Wie is swapper voor jullie? Was het Ryan? Ja, Scap die kan toch niet praten, dus waarom zitten we hier? Ik denk oprecht dat Scap beet zelfreport had, maar ik weet niet zeker. Blackmailen. Oh. Jammer, bijna goed geguessed. Ja, doei Demi. Ja, doei Demi. Het is leuk om je te kennen. Demi, je bent dood. Je mag niet praten, je bent dood, Demi. Oh, fuck. Ik I don't know, man. Volgens mij was Demi vigilante. Blackmail heeft hem goed geguessed, denk ik, dat Puck was. Ik wil niet doodgaan, gast. Ik heb echt elke ronde op Scap geslept. Ik heb geen buttons meer. Ja, kut, goud, ga weg. Kut. Ik kan die fucking button. Doe het. Oké, Scap, praat. Dat was Puck. Demi heeft de duty gedaan. Oké. Oh, jij wil? Oké. Okay. Oh, nee, ik heb gewoon gebundeld, want jullie het waarschijnlijk niet meer konden. Oké, Puck die kwam ook een keer recht voor mijn neus uit de vent springen trouwens. Dus ik denk dat het best wel kan kloppen dat hij het was. Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee. Die eerste kill met die camouflage of zo, ik dacht dat het Gary was, maar dat was een gokje. Dat was gewoon iedereen op elkaar, dus dat ik heb geen idee. Voor de zekerheid eigenlijk niet. Maar er waren maar 3 man toch, Scap? Nee, er waren echt 5 of zo, of 6. Echt? Ja, voor mijn gevoel wel in ieder geval. Wel echt dat is zo druk, ik weet niet, wat zo'n waas. Ja. Nee, maar ja, daar gestierf ook 1 van. Maar ja, er waren wel echt veel. Maar ik heb eigenlijk geen idee. Ja, schaamblokker. Oh, dan zou die swap echt de swap van de eeuw zijn geweest. Yourself. Nou, Scap is het niet, denk ik. Want hij wordt de hele tijd geblackmailed. Lijkt me onlogisch. Rudy... Het kan, hè. Je kan je twijfel tussen Rudy of Goudblokker. Maar die imposter kan ook gewoon teamen met Scap, denk ik. Ik heb Skeptic echt de hele game niet gezien. Ik ben alleen ik maar ik realiseerde me trouwens ook in de tijd dat ik kon nadenken, omdat ik niet mocht praten, dat we Rudy nooit hebben gesust. Nee, maar dat is terecht, omdat ik dit innocent ben. Ja, daarom dit denk ik goudblokken, want Rudy mag niet. Nee, maar Rudy kan niet verliezen. Wat is je rol dan als je innocent bent? Rudy is
nooit imposter. Nee, we moeten Rudy er een keer uitfoten. Nee, dat moet je niet. Gast, het video is nog maar 10 minuten, man. Maar denk je dat Puck slim genoeg is om Skeptic, zeg maar, continu te blackmailen als Skeptic ook een imposter zou zijn? Het zou wel een goede imposter play. Dat zou wel een hele goede imposter play zijn. Dat zou wel 2000 IQ zijn. Ja, maar geven we Puck die satisfaction? Ik had echt mijn... Waarom ben jij niet, Joost? Omdat ik engineer ben. Wacht. Het kan ook zijn dat Puck uit die fan sprong voor mijn neus. En dat hij niet wil dat iemand het wist, waardoor hij me deed. Joost zegt dat hij engineer is, hè? En iedereen. Ja, jullie mogen hem ook killen nu. Dan ga ik. Kunnen we even een chat hebben voor Joost? En kunnen we even een chat hebben voor Skeptic? Nee! Let's go, Puck! Let's go! Wat? 2000 IQ play. Jongen, ik zei het al eerder. Ik ronde venten en ik dacht, in plaats van dat ik hem kill, ik ga hem de hele tijd silencen.